Welkom weer bij het avontuur van Spekkie en Lappie. Weten jullie nog wat er allemaal is gebeurd? Spekkie en Lappie kregen van de baas van de snoepfabriek de opdracht om de gestolen suikerpot te vinden. Ik ben benieuwd waar ze nu weer naartoe moeten. Wat gaan we nou doen? Nou, we hebben toch die brief vorige keer gehad in dat zwembad? Oh ja, wat stond er ook weer in? Even lezen, ga was. De brief. Beste Spekkie en Lappie. Dat ben ik. Dat ben ik ook. Ik kan nu niet te veel vertellen. Ga naar het postkantoor. Daar staat een grote doos voor jullie klaar. Jullie merken dan vanzelf wel wat er verder moet gebeuren. Wacht niet te lang, maar ga snel. Spannend. Dus, misschien is het wel een aanwijzing naar de spekkenvreter toe. Maar niet eng, hè? Postkantoor. Oké. Zwaar hoor, je kan toch ook wel eens tillen? Ja, zet eens neer. Ga hem even openmaken. Nou. Zit erin? Ik vind het eng. Wat zit erin dan? Ja. Oeh, een hoed? Videoband. Oh. Bril. Passen. Een hoed. Verrekijker. Kleren. Ik zie je. Maar moeten we daarmee doen dan? Is er geen brief bij? Nee. Weet niet. Zou dit wat zijn? Dan moeten we niet kijken. Ja, midden op straat. Ik heb geen tv bij me. Bij de winkels? Bij een televisiewinkel. Ja. Oh, alvast. Ja, die is hier vlak in de buurt. Zou dat mogen? Auw! Sorry. Daarheen. Dan gaan we deze kijken. Ja. Kom nou. Waar moet ik dan met jou, man? Ik heb de videoband. Ja, nou. Niet zo snel. Daarheen. Kom nou. Nee, dit is die winkel. Dit is die televisiewinkel. Ja. Nou, we gaan hier naar binnen. Ja. Hier zijn de tv's. Ja. TV's. Oh, meneer, u bent de televisie, meneer? Jazeker. Ja? Wij hebben een videoband. En wij weten niet wat erop staat en we denken dat het heel belangrijk is. Kunnen we die kijken hier? Moet dat direct? Ja. Kan dat? Nou. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Loopt u dan maar even mee. Oh, jezus. Nou zeg, gaan we eens even lekker zien. Oh, dank u wel. Dan zullen we eens eventjes kijken wat we daar aan kunnen doen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat denk ik ook. Zou het zo zijn? Ja. Wat zou dat mogen zijn dan, wat erop staat? Nou, we zoeken de spekkenvreter en we denken dat dit een aanwijzing is. O jee. Mijn naam is meneer Zoetebol. Dat is meneer Zoetebol. Jullie kennen mij misschien wel, ik ben nee. De directeur van de suikerfabriek. Nou moet je eens luisteren, mijn hele suikerpot is gestolen. Ja, dat. Dus dan kan ik geen spekkies meer maken. Nee. Dit zijn de laatste spekkies die ik nog heb. Oh, lekker. Als jullie nou die doos pakken die ik jullie gegeven heb, daar zitten kleren in. Ja? En dan kan je je vermommen en dan kan je op jacht gaan naar de spekvreter. Want de spekvreter die heeft mijn suikerpot gestolen. Ja, waar is die dan? En ik denk dat die op de markt is. Dus jullie moeten naar de markt gaan. Ja? En daar de spekvreter zoeken. Maar wel die kleren aantrekken, hè. Want ik wil graag mijn suiker terug hebben. Nou, Spekkie en Lappie, veel succes hoor. Zo. Dat is ik hoop dat ze het maar gaan vinden. Oh, dat is duidelijk. Dat is heel duidelijk. Oh. Ja. Dus. Ja. Ja. Dan moeten we naar de markt met die. Nou, we moeten het maar doen. Ik vind het eng. We moeten het maar doen. We moeten die spekkenvreten te pakken. Pakken. En
Ik neem de verrekijker. Mogen we ons even omkleden in de vermomming? Ja, dat kan, dat kan. Oh. Ga rustig hier aan. Meneer van de televisie, bedankt dat we hem mochten zien. Graag gedaan. Want we weten nu wat we moeten doen, naar de markt om de spekkenvreten te pakken. Oh, ja, dank je wel. Ja. Heb ik ook een bril? Te klein. Oh, nee, is dat voor mij? Meneer Soetepoel weet dat ik een klein hoofd. Ja, ik heb hier nog een bril, die zit erin. Hier zit hij. Hier zit de bril. Oh. Hier. Oké. Okay. Naar de markt. Waar is de markt? Die kant. Die kant op. Waar is de markt? Nou, dit is de markt. Markt? Gaan we er naartoe? De spekkenvreten moet hier zijn, Lappie. Ja, ik ben een beetje bang voor de spekkenvreten. Maar we zien er stoer uit. Ja. En we moeten hem vast kunnen pakken. Heb jij je verrekijker? Ik heb mijn verrekijker. Goed. Roep je als je wat ziet? Ja. Jij moet me goed in de gaten houden en hou ik jou goed in de gaten. Goed, ja. Kom op. Oké. Henk. Lappie, we moeten nu de spekkenvreten zien te zoeken. Ja, maar als er hier spekken zijn, dan is hij hier vast in de buurt. Ik heb nog niks gezien. Heb jij wat gezien? Ik heb onderbroeken gezien en ik heb lekkere koekjes gezien en ik heb spekjes gezien. We moeten hem toch vinden? Ja. We zien eruit als echte boevenvangers. We hebben een hoed, we hebben een bril. We zijn toch echte boevenvangers? Ja. Ik heb zo'n zin in een snoepje. Oké. Okay. Zoek dan. Die kant op. We zijn nu echte boevenvangers met een hoed en bril. Als de boeven ons zien komen, geven ze een gil. Ze willen dan rennen, maar wij houden ze stil. Want wij zijn echte boevenvangers met een hoed en bril. Wat een mensen op de markt, waar zou de boef nu wezen? Staat hij daar soms bij die kraam, zit hij een krant te lezen? Eet hij nu een zak patat of koopt twee nieuwe broeken? Maar wie is nu de boef die wij hier samen zoeken? We zijn nu echte boevenvangers met een hoed en bril. Als de boeven ons zien komen, geven ze een gil. Ze willen dan rennen, maar wij houden ze stil. Want wij zijn echte boevenvangers met een hoed en bril. Iedereen die kan het zijn, ik zou het echt niet weten. Kijk eens goed, daar staat een man, een lumpia te eten. Is het soms die jongen daar met die gevulde koeken? Maar wie is nu de boef die we hier samen zoeken? We zijn nu echte boevenvangers met een hoed en bril. Als de boeven ons zien komen, geven ze een gil. Ze willen dan rennen, maar wij houden ze stil.
want wij zijn echte boevenvangers met een hoed en bril. We zijn nu echte boevenvangers met een hoed en bril. Als de boeven ons zien komen, geven ze een gil. Ze willen dan rennen, maar wij houden ze stil. Want wij zijn echte boevenvangers met een hoed en bril. Want wij zijn echte boevenvangers met een hoed en bril. Met een hoed en bril. Met een hoed en bril. Ik ben moe, hoor. Ik heb nog niemand gezien die op de spekkenvreter lijkt of hoe die eruit ziet, weten we ook niet. We vinden hem nooit. We vinden hem echt nooit. Maar Lappie, als we die suikerpot willen vinden, als we meneer Zoetebol willen helpen, dan moeten we die spekkenvreter echt vinden. En, ja, maar hoe ziet hij er dan uit? Ja, ik weet het toch ook niet? We moeten die spekkenvreten pakken, hij ging daarheen. Ik ben bang, ik wil niet geen boevenvanger zijn. We moeten die spekkenvreten toch hebben, de suiker, de spek is meneer Zoetebol. Oh, maar hoe het mogelijk. Spekkie en Lappie hebben eindelijk de spekkenvreter gevonden. Onderweg hebben ze zich snel weer omgekleed. Maar zullen ze nu de spekkenvreter niet kwijtraken? Ga me gewoon achterna. Nee, Lopa. Oh echt toch. Hij staat bij die spekkies, Lappie. Dat is de spekkenvreter. Dat moet de spekkenvreter wel zijn. Hij pakt al die spekkies uit dat vak. We moeten hem tegenhouden. We moeten hem tegenhouden.
gauw, hè. Sst. Hij heeft het gezien. En nu? Moeten we erachteraan? We moeten erachteraan. Hij gaat naar de kassa. Kom op. Rennen. Oh, ik ben bang. In ieder geval zeker dat er nu een echte spekkenvreter is en dat hij alle spekjes pikt. Tussenin heeft hij ook zeker de suikers wat gestolen uit het snoeppubliek. Ja, dat moet wel, ja. We moeten vanavond meneer Zoetebol maar even bellen en een hele verhaal vertellen. Dan wordt hij straks boos. Zal hij boos zijn, meneer Zoetebol? Ik denk dat hij wel goed vindt dat we hem eindelijk gevonden hebben, maar... Maar we hebben hem nog niet. En bijna, we hadden hem bijna. De volgende keer lukt het ons wel. Zullen we ook maar die kant op gaan dan? Dan gaan we naar huis toe. Ja. Misschien komen we hem nog tegen. Heel jammer, hè? We hadden hem bijna! Nee, ik kom niet.